Jeroen, voelt het een beetje als een generale voor Rio? Generale voor Rio kan ik niet echt zeggen. Wel, dat was wel het geval geweest als ik Zenit hier bij me gehad had. Maar die heb ik helaas niet bij me, want ze moeten in quarantaine staan. Dus ze mogen eigenlijk niet meer van stal af de laatste 2 weken voor vertrek naar Rio. Eigenlijk jammer, want op zo'n concours als hier zou je toch eigenlijk graag Zenit nog wel even een keer rond willen rijden. Als generale voor Rio. Wat ik ook de afgelopen 2 jaar gedaan heb met Zenit voorafgaande aan de afgelopen 2 jaar de kampioenschappen. Ja. Maar dat kan dus helaas niet, want het is, de faciliteiten hier zijn zo van die naad dat het wel ideaal zou geweest zijn. Maar helaas, dus ik heb een paar andere paarden bij, waaronder Caruso La Silla. Wat een heel goed paard is. Was tweede in de kwalificatie hier van de week. Een volwaardige invaller voor Zenit hier. Ja, je moet dan van Zenit al even een paar weken afstand doen. Ja, dat lijkt me eigenlijk wel gek, hè, als je dan zelf nog wedstrijden rijdt. Ja, het is jammer dat je dus eigenlijk die concoursen niet meer met Zenit kunt doen. Want je wilt toch graag een beetje in het ritme blijven. Maar goed, als we het met hem niet kunnen doen, dan is het voor ons in ieder geval wel goed om in het ritme te blijven natuurlijk. En dan kun je niet veel mooiere concoursen voorstellen als deze natuurlijk, om in het ritme te blijven. Is het voor jou zelf persoonlijk wel lekker om in dat ritme te blijven? Het is dan weliswaar niet met Zenit, maar toch om eventjes dat wedstrijdgevoel te houden? Ja, ik denk dat ook heel belangrijk is en fijn. Je moet toch dat competitiegevoel en die rondjes en dat ritme op concours is toch anders als dat je thuis rijdt in een iets kleinere omgeving. Dus ik denk wel dat het heel belangrijk is, ja. Ja, nou kan je in zo'n weekend uit heel veel wedstrijden kiezen. Waarom rij je hier? Omdat ik hier eigenlijk elk jaar naartoe ga, omdat ik het een schitterend concours vind. Het is dichtbij, het is voor eigen publiek. Dus eigenlijk allemaal dingen waardoor de keuze eigenlijk niet zo moeilijk is om hier in Ommen aan de start te zijn. En dan volgende week na Rio de Janeiro heb je het goede samba-gevoel al te pakken. Nou ja, die samba-gevoel hebben we eigenlijk denk ik niet nodig om ons kunstje te vertonen daar. Maar we moeten erheen gaan en dat doen wat we goed kunnen. En daar moeten we ons mee bezighouden. Je hoort van allerlei berichten hoe het daar is en ook wel wat negatieve dingen. Maar ik denk niet dat we ons daar mee bezig moeten houden. Wij moeten ons bezighouden met datgene wat wij moeten doen. En hopelijk is het allemaal daar mooi voor elkaar en is de sfeer daar ook goed. Dat zou meegenomen zijn, maar verder moeten we ons gewoon bij ons eigen ding houden. En zit je zo'n kleine week voor vertrek, heb je dan wel een beetje zo'n onderbuikgevoel van, nou ja, die Olympische Spelen, nu gaan ze echt beginnen? Ja, zeker wel. Het komt dichtbij nou en dan begin je dat wel meer te voelen. Mensen beginnen ook te vragen, ben je er klaar voor en allemaal dat soort dingen. Dus dan voel je het wel komen. Maar daarom is het ook goed, denk ik, dat je de afleiding hebt om gewoon op concours te rijden en je ding te doen. Als dat je thuis aan het trainen bent en te gefixeerd bent daarmee. Daarom denk ik dat het heel goed is omdat we nog gewoon op concours zijn. Nou, won jij op jouw laatste spelen en ook je enige spelen won je goud. Daarna ben je er niet meer bij geweest. Wat is dan toch jouw relatie met die Olympische Spelen? Ja, nou ja, goed, de Olympische Spelen is natuurlijk het evenement in onze sport, het hoogst haalbare. Ik heb hem 1 keer gereden, 1 keer gewonnen. Dat is een 100% score. Dus wat dat betreft zou je zeggen van doe het niet weer. Maar ja, je wilt daar toch bij zijn. En ik heb ze een paar keer nou gemist door brute pech eigenlijk. Ik heb nou een toppaard en dan wil je er gewoon bij zijn. Is het ook dan de tweede, maar dan ook de laatste keer? Ga je nog via door? Dat ligt er helemaal aan. De Zenit ga ik verliezen. Die gaat verkocht worden helaas. Dus dan ligt het er helemaal aan wat voor materiaal ik ter beschikking kan krijgen. Om weer door te gaan in de sport. Ik wens je alvast heel veel plezier en succes. Dankjewel.